Ja, maar ik wil met jullie even aan het filmen. Zo. Terwijl je dat serveert. Joke en Ada. En Han, Pentje, Viola. En jij, er moest nog meer. Ja, maar die, ik wil even een toast. Ja, ja, ja. Oh, nou, behoorlijk. Vroeger waren we zo in de schulp gekropen, ja. Katholieken en zo, maar dat is over. Dat is over. Ja, ja. Nee, maar dat was zo, hè. Want is het eigenlijk het verschil tussen België en Nederland? Nederland had de grote bek. Maar mijn baas is ook Nederlander. En, ja. Die zei bijvoorbeeld, die ging met zijn dochters op reis. En zijn dochters waren nog heel jong, 6 jaar, 7 jaar. En die zei van, papa, familieraad. Ja. Hoe? Ja, allemaal aan tafel gaan zitten. Papa, we willen wel meer doen aan het strand liggen. We willen een keer een stad bezoeken en zo. Die waren 6 jaar en 7 jaar. Hè. Maar dat is de vrijheid wat jullie in Nederland bij ons brengen. Ja. Bij ons in België, je moet naar de kerk gaan en je moet in de kerk moet nederig zijn. En, maar dat is er nu een beetje aan het uitgaan. Ja. Maar op dit moment is zo dat veel Nederlanders wel een lesje nederigheid kunnen hebben. Ja, dan moet de Nederlanders een beetje slechter spelen. Hè. Maar dat is ook niet goed, hè? Dat is ook niet goed, hè? Nee, dat is niet goed, hè? Nee, maar ik vind dat juist goed. Zodat... En nu, in België, ik weet niet of je dat gezien hebt, maar er hangen heel veel Belgische vlaggen aan de huis en zo. Dus voor de eerste keer eigenlijk. En dus bij heel de campagne naar het WK toe, dat was op televisie ook, als er zo'n herhaling was, dat was steeds veel keer... We are Belgium, kwam er zo, met de Belgische vlag. Ja. En ze hebben dat echt gecreëerd, dat België gevoel. Dat is echt waar. Ja. Via de media. Maar dat is wel goed, hoor. Goed. We willen proost op je gezondheid. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria. Even, zet ik hem al aan. Ik ben heel blij en heel gelukkig dat jullie er allemaal zijn. Ook mijn familie uit Nederland, mijn skivrienden uit Amstelveen. Ik heb veel van hen geleerd. Vooral skiën. Dobbelen! Oh ja, dobbelen. Dobbelen! En nu nog een paar woordjes in het Gers. Oh, eindelijk! Voor te bewijzen dat ik het nog altijd kan. Ik ben in 76 gaan werken in Amsterdam en in 77 officieel verhuisd. En toch heb ik hier nog altijd veel vrienden, veel kameroten. Ik kan nog altijd Gens. Ik kom hier nog altijd terug. Dus ook veel dank aan de Gentse vrienden. En nu wil ik u voorstellen, je veux vous introduire, de beste rock en blues groep van Oost-Vlaanderen en omstreken. De Blues Corporation. Geef ze een applaus.
sound outside the front door, and I know it's just the wind, but it makes us snuggle up just a little bit closer. Starting to happen again. Steamy window. Well, ain't nobody can see steamy window. Steaming windows. We're coming from the body. Steaming windows. To hesitate.
saying is true. No time to wallow in the fire. China, we could all.